Hallo allemaal, hartelijk welkom bij deel 4 van onze beginnerstraining Lightburn. Ja, gisteren was het ook weer een vrij lastig verhaal, vrij moeilijke functies die in dat menu zaten. Vandaag ook nog wel een heel klein beetje, het zijn er wel minder, dus met een beetje geluk is de video wat korter. Daarna gaat het iets minder worden en dus ook iets makkelijker worden, in de zin van dat we dan wat meer ook toe gaan komen als we eenmaal de menus gehad hebben aan het werken in Lightburn. Nou, we gaan er vol goede moed tegenaan. Vierde les in één week. We gaan naar deel 4 van de beginnerscursus Lightburn. Zo, daar gaat hij dan. We gaan ons vandaag bezighouden met het menu rangschikken. Even uitvergroten. Het aantal functies is wat minder als gisteren. Sommige klinken ook al logisch. Maar we gaan dat zien. Op dit moment is het meeste grijs, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit of je iets wel of niet gaat selecteren. Nou, ik heb even voor de grap een aantal cijfertjes hier neergezet en ik heb dat bewust diagonaal gedaan. Dat zullen we zo meteen wel zien waarom dat is. Want dan kunnen we namelijk gaan zien hoe het met uitlijnen bijvoorbeeld over de horizontale lijn of over de verticale lijn bijvoorbeeld zit. Nou, ik kies mijn pijltje om zeg maar iets te selecteren. Ik kan natuurlijk ook een vierkant trekken. En als we bij rangschikken gaan kijken, is de eerste functie is de functie groeperen. Nou, als ik nu even ga kijken, dan zien we dat de 1 is een apart object. Dat kunnen we zien aan die blokjes eromheen, zeg maar. En de 2 is een apart object. Stel ik wil ze nu allemaal apart hebben, dan moet ik ze dus selecteren. Dan kan ik ze alle 5 gaan aanklikken, maar ik kan dus van links naar rechts selecteren. Alleen dan moet ik oppassen. Dat als ik bijvoorbeeld die 5 maar voor de helft selecteer, dat hij dan alleen de eerste 4 pakt. Terwijl als ik vanaf rechts selecteer, dan zullen we zien dat hij ze allemaal pakt, ook als ik maar de halve 1, zeg maar, selecteer. Dit waren dus, hadden we net gezien, 5 afzonderlijke objecten. Oké, dus nog een keer opnieuw. Nu worden het namelijk de mogelijkheid om het te gaan groeperen. En dat zijn dus die knopjes die we hier al een paar keer in gebruik gezien hebben. Met die 3 poppetjes en met dat ene poppetje. Maar ik gebruik nu even rangschikken. We zien nu dat groeperen nu zwart is. En die kan ik aanklikken. En het effect daarvan is dan dus dat ik nu, ik zal het even deselecteren. Maar als ik nu die 3 aanklik, dat hij ze dan allemaal tegelijk te pakken heeft. En niet zoals aan het begin, de 1 apart, de 2 apart, de 3 apart, de 4 en de 5 apart. Dus als ik van meerdere objecten 1 object wil maken, dan groepeer ik het. Ik laat het even geselecteerd, want we draaien het nu natuurlijk om. We gaan nu degroeperen. En dat zijn dus ook weer deze knopjes hierboven met die poppetjes, maar ook weer hier bij rangschikken. En nu zullen we namelijk zien dat degroeperen zwart is. En als ik die aanklik, dan zijn we weer op de oude situatie. Waarbij als ik op de 1 klik, de 1 een apart getalletje is en de 2 een apart getalletje, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dat is de functie groeperen en degroeperen en die wordt best wel regelmatig gebruikt. De volgende die we zien is horizontaal draaien. Nou, daarvoor moeten we er eerst eentje selecteren. Pakken we even die 3. Ik ga naar rangschikken. We zien dat horizontale draaien beschikbaar is geworden. Hop, en als we nu goed kijken, zien we dat de 3 omgekeerd is. Even voor de grap, lieve mensen, ik doe diezelfde 3 weer selecteren. Diezelfde knop, even kijken, ja, Mirror Selection Horizontally, dat is natuurlijk dezelfde als deze. Horizontaal draaien, ik draai hem weer terug, zie je dat? Dat is mooi, dus dan kun je hem mee spiegelen. Dat is best ook wel een belangrijke functie. Op sommige momenten, dat hangt er even vanaf. Maar als jij op de achterzijde van een spiegel gaat laseren, dan zul je toch het object moeten spiegelen. Want anders is van de voorkant af bijvoorbeeld tekst niet leesbaar. Ja, op de kop leesbaar. Goed, we gaan even terug naar rangschikken. Ik heb nog steeds die 3 geselecteerd. We gaan weer naar rangschikken. We pakken de volgende in het lijstje. Dat is verticaal draaien. Nu zal die dus in feite, we gaan in feite niet zo heel veel zien, want hij gaat hem op de kop zetten. Nu is de onderkant van de 3 zometeen boven. Dus ik pak even een andere. Ik ga even de 4 pakken, want daar zal dat duidelijker in gaan zijn. Ik pak rangschikken, verticaal draaien. En nu zien we dat de 4 omgekeerd is. Oh, grappig. He, dus nou, we gaan het weer terughalen.
dat kan dus ook weer hier, want hier zit datzelfde knopje. Ja, maar ik pak hem dus bij rangschikken. We zien ook het icoontje ervoor staan, verticaal draaien. Bloep, en daar is die. Het is een interessante, die kende ik nog niet, die er nu komt. Hij is grijs en die heet dus spiegelen op de lijn. Oké. Dus met andere woorden, als ik dus een lijn zou trekken door die 5 heen, eens even kijken of dat zo werkt wat ik hier zeg. En ik zou die twee samen gaan voeren. Oh, wacht even, sorry. Ik moet eerst het pijltje selecteren natuurlijk om te kunnen selecteren. Ik zou deze twee samenvoegen. Ik groepeer ze. Dat ga ik even doen. Groeperen. Dan is dat één afbeelding geworden. Even kijken bij rangschikken nu. Ah, nee. Ik kan nog niet spiegelen op de lijn. Ja, dat is een goeie. Wat nou als ik hem dus even ga degroeperen weer? Ik zou die lijn wat omhoog, bijvoorbeeld echt degroeperen had ik gezegd. Hoppatee. Even kijken. Ja, even die lijn omhoog, echt op de rand zet me, zeggen. Kijken of ik dan, als ik nou die twee selecteer, kan ik het dan doen? Nog niet, dan ga ik ze eerst groeperen. Dat heb ik nu gedaan. En je ziet dat die spiegel op de lijn nog niet zwart wordt. Dus ik weet eigenlijk niet precies hoe die spiegel op de lijn gaat werken. Maar het zei al eerder, op het moment dat ik het niet gebruik, dan is het ook niet een veelgebruikte functie, zeg maar even. Dus ik zou dat weer even negeren. Rangschik het lemmen. Het schijnt dus ook zo te zijn dat je ergens op een lijn kunt draaien. Nou ja, ik weet niet hoe het precies zit. Oké. Het zei zo. We gaan naar de volgende functie in die groep. 90% met de klok meedraaien. Even voor de grap. We gaan even die 2 selecteren. Je ziet bij die vierkantjes die rond die 2 zitten, zie je daaromheen zie je ook pijltjes. En daarmee kun je met de hand draaien. Dus je kan dit doen, bij wijze van spreken. Zo, zie je dat? Daarmee draai je hem. Even ongedaan maken de hele zaak. Zo. Maar nou zou je dus ook kunnen zeggen, rangschikken, 90% met de klok meedraaien. En zie daar, dat is dus inderdaad gebeurd. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de volgende knop, 90% tegen de klok indraaien. Nou, dat is ook heel erg gemakkelijk, omdat je soms is het wel prettig dat je een object niet vol in beeld hebt staan, zeg maar dat die van boven naar beneden gelezen wordt, maar dat die bijvoorbeeld van links naar rechts of op de kop, net naar gelang. We gaan opnieuw naar rangschikken. We hebben er nog één. De 2-point rotatie scale. Dat is een interessante. Die ken ik ook nog niet. Even kijken. Gaan we even kijken wat daar gebeurt. Ik doe dus die 5 selecteren. 2-point rotatie. Oké. Select helemaal onder in beeld. Ik weet niet of je dat kunt zien. In blauw. Select the first point. En dat is de center of the rotation. Even kijken waar dat dan zit. Die dan. Dan krijgen we daar onderin. Click and drag the second point where you will rotate from. Geen idee, we gaan het proberen. Oké. Grappig. Ja, ik weet niet of je dat veel zult gebruiken. Maar je ziet dat je ook op die manier nog eens kunt gaan draaien. En dat je dus hieronder in beeld af en toe tips krijgt. Dat is ook wel interessant, want dat wist ik zelf nog niet eens. Kun je nagaan. Oké, dat was dus bij rangschikken de functie 2-point rotatie. Nou, we zijn al een aardig eindje bezig. Nou krijgen we wat pijlminuutjes en dat is een ander verhaal. We gaan bij uitlijnen kijken. Daarvoor moet ik echter wel eerst selecteren. Dus ik selecteer even die hele handel hier. Even al die cijfertjes. Nu ga ik naar uitlijnen. En dan krijg ik een heleboel puntzaken. Uitlijnen op het middelpunt. Nou, dat het grappige is dat ik dat hier lekker... ik weet niet of dat werkt. Ik denk het niet, maar we gaan het even proberen. Het wil dus eigenlijk zeggen dat als ik een object heb, een gesloten object, een vierkant of een cirkel of wat dan ook, dan kan ik iets dus op het centrum uitlijnen. Dat kan ik toch al wel door de snap-functie, maar met meerdere objecten is het wel handig om dat midden te doen. We gaan dat even proberen. Ik doe dat en alles zit nu bovenop elkaar. Ja. Dat zien we hier zo. Hier staan al die zaken bovenop elkaar. Ik doe even ongedaan maken. Dus, maar soms kan die functie handig zijn. In dit geval misschien niet.
Hè, maar soms kan die functie echt handig zijn om zaken te centreren. Om echt iets in het centrum te zetten. Nou, misschien moet ik even een voorbeeldje laten zien. Dat ik even een vierkantje trek. Zo. En ik doe even een, een cirkeltje daarin of zo, weet ik veel. Hè? Zo, appetee. En nou ga ik die twee selecteren. Oh, wacht even, dat is natuurlijk stom, want ik ben een nieuw vierkantje aan het tekenen. Ik selecteer ze even, alle twee. En ik zeg, nu zeg ik van rangschikken, uitlijnen, middelpunt uitlijnen. En nu zie je dat die ovaal precies in dat rechthoekje zit. Ja? Dus dat is de functie die je daar eigenlijk gebruikt. Ik gooi ze weg, hebben ze verder niet nodig. En ik selecteer weer al die letters, ik weet niet of ik ze, of cijfers, ik weet niet of ik ze nu al nodig heb, maar dat zie ik vanzelf. We gaan verder bij uitlijnen, links uitlijnen. Gaan we even doen. Ah, links uitlijnen zou je zeggen, dat is toch rechts. Ik zou ook zeggen rechts, hij zegt links. Waarschijnlijk komt dat omdat we bij de 5 begonnen zijn. Ik zal eens even kijken wat er gebeurt als ik hem van bovenaf alles selecteer. Dus ik pak die. En ik ga dan datzelfde doen. Links uitlijnen. Nee, nog steeds. Ik zou zeggen dat is rechts. Maar goed, oké. Je ziet in elk geval, ik vind het trouwens sowieso hoor, want ik doe het zelf met die knoppen hierboven. Dat zullen we ook later zien. Hè. Die knoppen doen in feite hetzelfde. Het is niet altijd even duidelijk welke doet, maar dat is op zich niet zo erg. Je probeert er een en als het niet goed is, zeg je ongedaan maken. En je probeert een andere. Het is ondanks dat ik hier links uitlijnen zou zeggen, of rechts uitlijnen zou zeggen. Dan zal de andere dus wel aan de andere kant zijn. Dus als ik het nu weer doe, zal die aan de linkerkant van het veld. Nou, ook aan de rechterkant. Dat is apart. He, dus we gaan nog een keer opnieuw ongedaan maken. Ik begin wel weer even onderin te selecteren. Dus vanaf die kant af. Ik kies rangschikken. Ik zeg uitlijnen aan de rechterkant. Dus niet links, maar rechts. Nou, dit is logisch. Dit is correct. Zou ik net verkeerd gedrukt hebben dan. Dan ga ik het nog een keer doen. En dan gaan we links uitlijnen doen. Die. Nee, hij doet precies hetzelfde. Apart, hè? Dit is een best apart verhaal. Maar je ziet dat je kunt uitlijnen en dat is eigenlijk het belangrijkste van deze functie, is dat je zeg maar iets onder elkaar kunt zetten. En dat geldt natuurlijk ook voor horizontaal, dus bovenaan uitlijnen. En je ziet hetzelfde gebeuren, hij zet het onderaan. Zie je dat? Ik heb geen idee waarom dat zo is. En als ik onderaan uitlijnen, doet hij hetzelfde natuurlijk. En dat is verder prima, nou, daar niks mis mee. Maar goed. Het is verder niet zo erg, want als ik dit nou zou groeperen, en dat is het eigenlijk al, dan kan ik het zo verslepen zoals je ziet, zie je dat? Dus dat is verder niet zo'n thema. Maar het is wel verraderlijk, zeg maar, in de werkwijze. We gaan nog even verder naar dat uitlijnen, want we zijn er nog niet. We hebben er nog een paar. We hebben uitlijnen in het midden. Nou, zet je ze weer onder, maar ja... Terwijl je zou verwachten, want de cijfers die stonden toch hier. Je zou dus verwachten dat die lijn dan dus hier loopt. Ja, dat is dus niet helemaal zo. Dus dat is ook een functie waar ik niet voldoende van af weet om dat op een goede manier te doen zoals je ziet. Maar nogmaals, er valt mee te werken. Ook als het niet werkt zoals jij dat verwacht. En we gaan nu verticaal in het midden uitlijnen. Nou, dit is trouwens, ik had niet ongedaan gemaakt, dus het is niet goed. Even terug. Dus ik ga nu rangschikken en dan ga ik verticaal uitlijnen. Dan zou je verwachten dat hij van boven naar onder loopt. En dat klopt, alleen weer aan die rechterkant. Dus het is eigenlijk heel raar hoe die daarmee omgaat. Maar nogmaals, dan uitlijnen. Eigenlijk zijn dit de belangrijkste, dat je het op een horizontale lijn kunt uitlijnen en op een rechter en op een verticale lijn kunt uitlijnen. Want dan kun je daar ook iets mee doen. We gaan naar verdelen, want dat was de laatste volgens mij. Ja, we gaan naar verdelen. Dat is de ruimte verdelen en dergelijke tussen objecten en letters en dergelijke. Even kijken, wat zullen we eens gaan doen? Laat ik gewoon zeg maar de H-ruimte verdelen, dus de horizontale ruimte verdelen. Dan zie je dat zeg maar het klaarblijkelijk niet goed klopt. Die 4 is een stukje naar rechts geschoven, dus... Dus dit was niet helemaal, hè, dus wat hij namelijk probeert te doen, hij probeert het namelijk recht evenredig te verdelen. En we zien gewoon dat die 4, let maar eens op die 4, die verspringt namelijk.
Daar gaat hij, zie je dat? Dus die 4 die stond niet goed. Nu is die wel verdeeld. Ik ga ze weer even ongedaan maken. Ik heb geen idee of ze namelijk goed is. Ik ga nu die 4 ook bewust wat omlaag halen. Dat vind ik ook wel even. Dat is, zodat het gewoon niet goed staat. Zo staat het zeker niet goed. Ja, selecteer ik weer die hele handel. En ik zeg nu verticaal verdelen. Dus dat is H gecentreerd verdelen. Laat ik dat eerst doen. Dus horizontaal gecentreerd verdelen. Maar dan zal die, ja, dan doet hij dat ook goed. Maar dat is weer in de horizontale lijn. Dus deze verdeling is nog niet goed. Die lijn is wel goed. Even terug. En wat hij nu gedaan heeft, heeft het gewoon echt in het midden verdeeld, zeg maar. Dat hij echt vanuit het centrum. En net hadden we de ruimte verdeeld, dus de tussenruimtetjes. En nu is het echt op het centrum gedaan, zeg maar. Nou, oké. Daar moet je een beetje mee gaan spelen met dit soort dingen, hoor. We gaan het nu met de verticale ruimte doen. Nou moet die 4 dus echt weer flink gaan verspringen. En dat zien we ook, die verspringt naar boven, want die hadden we verkeerd gezet. We gaan nog een keer verdelen doen, alleen nu gaan we de verticale ruimte gecentreerd verdelen. En we zien dat die nu, en eigenlijk betekent dat dat als je deze twee verdelingen op dit zou toepassen, dus de H gecentreerd en de V gecentreerd, dan is die nu perfect diagonaal naar beneden. Alleen is het niet echt een vierkant. Dus heb ik niet op gelet bij het maken ervan. Dus dat is ten aanzien van dat stukje. Verdelen zowel horizontaal als verticaal. En dit kan je ook met letters doen. He, dus dit is met allerlei objecten te realiseren. Dan gaan we het horizontaal samen verplaatsen. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Ja, horizontaal samen verplaatsen. Ja, wat hij hier nou gedaan heeft, mag Joost weten, denk ik eventjes. Hij heeft in feite alleen maar de breedte veranderd van het gebeuren. Hè? En dat is toch op zich raar. Want samen verplaatsen, ja, wat is dat dan, samen verplaatsen? Nou, nog de volgende. Dat is de laatste en dat zal dan hetzelfde probleem geven. Ja, zie je dat? Op zich is het wel fraai natuurlijk, daar is op zich niks mis mee. Maar het is niet een functie die ik veel zou gebruiken, omdat die gewoon te onbekend is. Ik heb geen idee wat die precies doet. We gaan naar de geselecteerde objecten verplaatsen. Oké, nou dan gaan we even kijken. Ik pak even die 5 hier. Rangschikken, geselecteerde objecten verplaatsen. Naar de laserpositie plaatsen. Nou, er is op dit moment geen laser gekoppeld, dus... Hij laat het wel zien, maar ik heb geen idee waarom, want er is eigenlijk geen laserpositie op dit moment. Dat is apart, hè? Je zou verwachten dat je hiervoor die laser aan moet sluiten, zeg maar. Datzelfde geldt naar het midden verplaatsen. Nou, dat zou natuurlijk wel moeten kunnen, want we weten dat bij mij het werkblad en dus ook mijn laser is 400 bij 430. Dus je zou verwachten dat die dan terechtkomt. En dat komt hij ook ongeveer, dus dit midden zit hier ergens tussen de 220 en de 200. Dat klopt, dat is 215. En dan moet hij hier ergens op 200 zitten. Dus dit klopt. Ja, dit klopt. Hij heeft er echt naar het midden gezet. En dat is ook wel interessant om te weten, want dat kan dus gewoon. Je kan het gewoon echt in het midden plaatsen. Dan naar linksboven. Nou, dat is ook logisch. Dan gaat hij het zeg maar verplaatsen naar, en dan gaan we even uitzoomen, bovenin het hoekje van het werkblad. Het is trouwens best wel interessant wat we hier nu aan het doen zijn, hoor. Laten we dat even voorop stellen. Nou, rechtsboven. Dit gaat natuurlijk nu even snel. Hè? Linksonder. Dan moeten we even schuiven naar linksonder. Want we zitten daar niet helemaal goed in nog. Daar zo. En we gaan naar... rechtsonder. Ook duidelijk. Even kijken wat hebben we dan nog. Naar links, alleen ja, dat is eigenlijk in dit geval, omdat hij op de onderste lijn staat. Dus het wordt anders wanneer ik hem ergens anders neer ga zetten, denk ik zo. Even wachten. Omdat hij op de onderste lijn stond, doet hij dat dus voor links in het hoekje. Nou, zet ik hem hier neer. En als ik nu zeg maar zeg, rangschikken. En dan geselecteerde objecten verplaatsen. En ik zeg naar links. Dan staat hij gewoon naar links. Dus hij kijkt niet naar een hoek, hij gaat gewoon naar links of naar rechts of wat dan ook. Nou, dat gaan we dus ook bij die andere allemaal zien. Naar rechts verplaatsen, naar boven, naar beneden. Nou, laat even zien, naar rechts. Hij zit nu weer aan de rand, dus ik zet hem weer even in het midden.
Want anders is dat niet zo leuk. Bij de volgende twee, dat is in dit geval naar boven verplaatsen. Nu staat hij weer helemaal bovenaan als het goed is. Ja. En naar beneden verplaatsen. Voilà. Zo kan je objecten ook echt op die manier nog gaan verplaatsen. Oké. Dat weten we ook. Goed. Gaan we naar de volgende. Hier moeten we natuurlijk weer even een object selecteren. Ik pak nu eventjes de 3 weer. Ik ga weer naar rangschikken. En ik zeg de laser naar de selectie verplaatsen. Nou, dat kunnen we natuurlijk wel doen, maar dat heeft niet zoveel zin. Laser naar het middelpunt. Daar zie je niks gebeuren. Dat is logisch, want de laser is niet aangesloten. Dus dit zijn functies waarbij je de laser kan uitrichten op dat soort posities. Ik vind het niet zo praktisch, als ik eerlijk ben. Want zet hij het dan in het midden, ergens van, ja, ik denk dat hij precies op de hoek zet en dat soort dingen meer. En we hebben al in het begin een keer erover gehad, over dat hij niet precies 34 bij 400 is. En het is niet echt heel praktisch. Dus, oké, goed. Raster, matrix. Dat is de volgende. Als ik dat aanklik, dan gaat hij mij zeggen van een rastermix maken. Hoeveel kolommen, hoeveel rijen wil je hebben? Nou, laten we eens even wat gaan doen. We gaan 5 kolommen bij 5 rijen. De totale breedte 102,6 mm. Totale hoogte 101. Nou ja, vind ik mooi. Kun je veranderen dus. Hè? Allemaal hartstikke mooi. Tussenruimtes kun je veranderen. 11 mm, 15 mm. Verschuiving van kolommen. Ik kan dat maar veranderen. Laten we dat even doen. Er zitten nog wat meer functies, maar ik wil even zien wat er gebeurt. En je ziet dus dat hij dus nu allemaal 3 in gemaakt heeft. Dat is eigenlijk deze knop die we hier zien. Ja? En je kunt dus die tussenruimtes hier kun je veranderen en die tussenruimtes daar kun je veranderen. Dus even ongedaan maken. Ik weet nu ook over welke functie ik het heb. Raster, matrix. Ik kan dus gaan zeggen van ik wil die tussenruimte wat groter hebben. Die tussenruimte wil ik juist kleiner hebben. Nou, die verschuiving weet ik zo niet. Eventjes opnieuw. Lekker niet. Heb ik niet op oké gedrukt, denk ik. Zeker op cancel gedrukt. Oh ja, hij staat op 1. Ja, dat is natuurlijk. Moet hem weer op 5 zetten. En nu heeft hij weer 5 bij 5. Oké. Even, wat hebben we daar dan nog meer voor mogelijkheden in die functie? Want er zitten nog wat meer dingen die we daar zagen. Afstand van het middelpunt tot middelpunt. Van afstand van middelpunt tot middelpunt. Dat wil dus zeggen dat het niet de tussenruimte tussen die drieën is, maar het middelpunt van de drieën. Dus als ik dit nu zou aanvinken en die ook, zullen we waarschijnlijk misschien wel een andere matrix te zien krijgen. Zou de fout als net, hè? Ik had... De ene laten staan, dat is niet zo handig natuurlijk, want dan maakt hij niks. Nu wel. Nu is hij dus uitgemeten op het middelpunt van die drieën, zeg maar. Dus dat is wat hij daar gedaan heeft. Krijgen we de volgende. Raster matrix weer. Nou, de vulling tussen de randen, want dat was wat het was. Ik doe even de vulling tussen de randen terugzetten, dat is voor mij makkelijk. Richting omkeer. Dat wil zeggen, in dit geval, de kant die die opgaat met die drieën. En nu zal die waarschijnlijk dit doen naar beneden, die drieën. Nou, als ik die richting, dus dat kan we ook zien, hè, als ik hem weer op 5 zet. Je ziet nu ook die drieën verschijnen. Nou keer ik de richting om. Dan zie je dat de drieën aan de andere kant staan, zie je dat? En datzelfde geldt is natuurlijk ook bij de y-as. Shift by half. Oh, dit is grappig, dit heb ik nog nooit gezien. Dus dan wordt het geen vierkantje meer van drieën, maar dan gaat hij iets verspringend doen. En dat kan hij natuurlijk ook over de y-as dan. En daar kun je natuurlijk hele leuke dingen mee doen. Afwisselend kolommen spiegelen in x. Dat is ook leuk. Dan gaat hij de drieën omkeren in bepaalde kolommen. En dat geldt natuurlijk in deze hetzelfde. Hier, dit is een schrijffoutje, denk ik, of niet? Nee, ja. Oh nee, dit is rijen spiegelen. Oké. Nou, dat kunnen we dan ook weer in de y-as. Nou, enzovoort, enzovoort. Variabele tekst automatisch verbergen. Dat wordt gedaan, dus dat de variabele tekst automatisch verhogen. Variabele tekst automatisch verhogen.
Dus als je kleine letters en grote letters hebt, is automatisch dat één type vergroten. Oké, nou, dat kan me wel iets meer voorstellen. Create virtual array. Dat is alleen maar dat hij laat zien hoe het eruit ziet, maar hij doet het niet in werkelijkheid, zeg maar nog. En dan gaat het totale grootte laten zien en je kunt dat bevestigen of juist niet bevestigen. Nou, oké. Dat is leuk. Het is dezelfde functie als trouwens hierachter zit. Komt, ik denk dat zouden, moeten we wel even iets selecteren, anders selecteert hij hem. Nou doet hij dat niet, maar hier hebben we het zouden venstertje. Zie je dat? Mooi zo. De volgende, dat is deze hier. En dat is circulair een matrix maken. Zo. Eens even kijken. Er staat op 9. Einde 360 graden, dus dat is het aantal graden als het goed is. Stap 45, kopieën. Minder, zie je dat? Oké. Staat 0. Oh, dit is, ja, 0 is het aantal graden. Dus je begint met 0 bovenaan, 360 aan het einde. Dus je kunt bepalen of het een halve cirkel moet zijn, of een kwart cirkel, of wat dan ook. Dat is eigenlijk wat hij hier doet. He, dus als je zegt, de start is op 0 en ik zet hem op 180, is maar de helft, zeg maar. Dan maakt hij maar een halve cirkel. Het aantal kopieën van het object, op dit moment is dat 2. Nu is het er maar 1. Dan kan ik de stappen vergroten, of verkleinen. Dat is eigenlijk niet goed zichtbaar op dit moment natuurlijk. Misschien moet ik dat even uitvergroten hier. Dus even cancel. Ik ga die 3 eventjes groter maken. Dan gaan we dat nog een keertje doen. Zo. Ga ik 3 groter maken? Nee, ik ga de 3 niet groter maken. Wat ik doe. Ja, het is eigenlijk de matrix van die cirkel eigenlijk. Ik ga toch die 3 selecteren. En dan pakken we die circulaire matrix. En dan willen we weten hoe groot die matrix moet zijn, want dat is natuurlijk... kijk, wat nou maken we hem groter, zie je dat? Kijk, dan zie je wat hij met die drietjes aan het doen is. Dan zie je dat gelijk gebeuren. Oké, dus dat kunnen we hier allemaal doen. We kunnen dus de stap, dat zal de... Ja, als ik de stap verandert ook dit hier. Die graden, zeg maar. Je ziet dat het nu nog maar een halve cirkel ongeveer is. En dat klopt, want het staat op 176. En dat heeft dus te maken met de stappen. Waarom heeft dat te maken met de stappen? We hebben rechts aangegeven dat we 8 kopieën wensen te hebben. En bij 8 keer 48 komen we uit op 360 of zo, zeg maar. Want dat is eigenlijk waar het over gaat. Ik moet even terug naar 360, want dat is de cirkelgrootte. Zo, dus 8 keer 45 is 360, dus met andere woorden, als ik deze verander, zal de stap ook veranderen. Zie je dat? Verandert de stap. Oké, het laatst geselecteerde object als midden gebruiken, dus het midden zou dan de 3 zijn. Dat kan je uitzetten eventueel, de exemplaren van het object roteren. Dus dat ze zeg maar ook echt in die cirkel staan. Je kan ze ook zeg maar dat die 3 rechtop blijft staan, zeg maar. Dus als ik dat doe... Zie, staan die 3 rechtop. En variabele tekst weer opnieuw verhogen. Op automatisch verhogen. Oké. Nou, we gaan ongedaan maken. We hebben deze functie nu wel gezien, denk ik. Het is dus heel erg makkelijk om bijvoorbeeld klokken te maken. Dat kan je dus op deze manier doen. Door zeg maar cijfers van 1 tot en met 12 te maken. En die vervolgens te gaan groeperen in een cirkel of weet ik wat dan ook. En dan vervolgens later... Want als je hoef je eigenlijk niet eens een 12 te maken. Je maakt een 1. Je maakt een cirkel van 12 enen. En vervolgens ga je die 1 veranderen in een 1 en een 2 en een 3 en een 4 enzovoort. Oké. We gaan terug naar rangschikken. Verbinding kopiëren. Ja, dat is een hele sterke. Ik heb geen idee. Bij eentje blijft die grijs. Als ik nou 2 dingen selecteer. Even kijken. Dan kan je de verbinding kopiëren. Oké, kopieer verbindingen. Exemplaren roteren. Hij heeft de verbinding gekopieerd. En dat zien we ook, want we zien hier 4, 5. Dus, en hij heeft als ware de 4 eromheen, omdat het aantal exemplaren 4 is. Oké, dit is ook wel weer grappig. Zo kan je om die 5 heen
Alleen, ja, de tussenruimte 1495, ze moeten mee spelen. Exemplaren roteren. Oké, variabele tekst automatisch verhogen. Dus ook weer zo'n draaifunctie, zeg maar. Grappig. Maar daar moet je mee spelen. Ik kende hem niet. En dus met andere woorden, het is een vrij nieuwe, of een vrij, ja, vrij onbekende functie, zeg maar even. We hebben er nog een stuk of 7. Maak een omtrek van de selectie in de vorm van een elastiek. Ik heb alles geselecteerd. Hè, dus de cijfertjes van 1 tot en met 5. Ik heb geen idee wat dit gaat doen. We gaan het even zien. Maak een omtrek van de selectie in de vorm van een elastiek. Ja, zij heeft dat gedaan. En daar kan ik dat dan slepen? Oké, hij heeft alleen een omtrek van die vorm gemaakt. Nou, ik weet niet wat je daarmee aan moet. Geen idee eigenlijk. Doe ermee wat je wil, zou ik haast zeggen. Ik zou niet weten wat je daarmee aan moet. Dat zeg ik gelijk. Opsplitsen. Even kijken. Nou ja, goed, er was eigenlijk al... ja, kijk, je hebt alles geselecteerd. En als ik dat doe, dan kan ik opsplitsen. Ja, dan, eigenlijk is dan alleen maar mijn selectie weg, zeg maar. Het was al geen eenheid. Hè? Dus je hebt enerzijds die groeperen, degroeperen. Dus als ik het nou groepeer, hè, nu is het gegroepeerd. Als ik het aanklik, dan heeft hij ze allemaal tegelijk. Als ik nu zeg, even kijken, dan kan ik hem ook niet eens opsplitsen. Want hij is gedegroepeerd. Dus ik heb eigenlijk geen flauw benul wat die functie dan dus doet op dit moment. Dat moet ik ook heel eerlijk weer zeggen. We gaan naar de volgende. Het naar voren brengen in de tekenvolgorde. Nou, dit kennen we eigenlijk vanuit Windows. En het mooiste voorbeeld wat ik daarvoor kan geven is eigenlijk, denk ik, een afbeelding die ik al had laten zien. En ik moet even kijken waar ik die had. Volgens mij had ik die, nou niet hier. Ik moet even kijken waar ik die had, jongens. Ook niet daar. Even kijken waar ik dat had staan, jongens. Dat... Deze, ja. Als ik die open en ik ga daarop inzoomen, dan zagen we dat hier die kapitein Haak, want dat is mijn geocachers naam, achter het plaatje zit. En normaal gesproken zou je dus zeggen dat als ik nu zeg maar die kapitein Haak aanklik, ik moet het eerst, want het is gegroepeerd. Hè? We hebben hier nu zeg maar, ik heb alles geselecteerd, ik doe eerst degroeperen. Zo. Als ik nu kapitein aanklik, dat is een stukje daarvan, en ik doe rangschikken, dan zeg ik naar voren brengen in de tekenvolgorde. Nog niet helemaal gelukt. Naar voren brengen. Het is niet naar voren brengen in de tekenvolgorde. Dat zal deze hier zijn. Ik pak even die andere. Die zit namelijk ook niet helemaal goed. Dus ik pak die. Ik ga weer naar rangschikken. Ik zeg naar voren brengen. Ja. En als ik nou ook nog... want dan hadden hier ook nog het zwart in zitten. Dus dat is de afbeelding zelf, zeg maar. Als ik nou bij rangschikken zeg naar voren brengen in de tekenvolgorde. Nee, dan tekent hij hem wel weer eerst... Dus het is niet helemaal duidelijk. En maar naar voren brengen, de tekenvolgorde en naar voren brengen. Naar voren brengen, naar achter brengen. Nou, het is een beetje een Windows-functie, hè? Want dat je zeg maar meerdere lagen hebt en dat je zeg maar de onderste laag eigenlijk wilt zien. Hè? Dus dat je nu ziet dat sinds 2004 wel. En ja, die kapitein Haak weer niet natuurlijk bijvoorbeeld. Dus als ik nu ga zeggen van naar voren brengen, gewoon naar voren brengen, dan kan dat in dit geval, want deze overlapt niet. Dus daar waar het overlapt, en dan kun je dus beter zien wat je aan het ontwerpen bent. Dus vandaar die functies van naar voren brengen in tekenvolgorde, naar achter brengen in tekenvolgorde, naar voren brengen, naar achteren brengen. Dan de geselecteerde vormen vergrendelen. Nou, dat wil zeggen dat je daar eigenlijk niks meer mee aan kunt. Ik kan hem wel aanklikken, maar ik kan er eigenlijk niets meer mee aan, zie je dat? Ik kan niet meer de maat veranderen of weet ik wat ik daarmee zou willen doen. Gaat gewoon niet. Dus als ik nu jou pak en ik zeg rangschikken en ik doe de geselecteerde vormen ontgrendelen, dan kan ik hem dus weer bewerken. Dat zijn de functies die je daarmee doet. Goed, lieve mensen, dit was het voor vandaag. De functies bij rangschikken. Je zag alweer, wederom, dat ik ook niet alles weet. En ik blijf er maar van uitgaan, heel simpel gezegd, dat wat ik niet weet en dus niet gebruik,
terwijl ik toch dit programma vrij veel gebruik. De vraag is of u het zult gebruiken, dus maakt u zich daar alsjeblieft niet druk over. We gaan in de volgende les gaan wij de functie venster gebruiken. Dat is ook nog wel eentje, maar goed, het is, dat gaan we zien. Dat is niet zo verschrikkelijk moeilijk. Dat is de volgende videotraining, dat is nummertje 5 die we dan gaan doen. En degene die daarop volgt, dat worden er 2 menu's in 1 keer, taal en hulp. Want bij taal is het natuurlijk makkelijker als de taal aankiezen die je gebruikt. En dan kunnen we de hulpfuncties gaan gebruiken. Voor vandaag zit hij erop. Ik hoop dat je weer wat hebt kunnen leren. Tot een volgende keer. En nou, vooral heel goed weekend gewenst, want ik weet niet of de volgende video nog in het weekend komt of dat die erna komt. Dat weet je bij mij nooit. Nou, dag.